Nieuw seizoen, nieuwe spelers. Als eerste Dennis Hollard. Ik heb het al gezegd. Je naam? Ja, dat klopt. Ik ben Dennis Hollard. Ik ben 33 jaar. Ik ben afkomstig van de club IJsselmeervogels. En we gaan dit een mooi seizoen van maken. Ja, inderdaad. Dat lijkt mij ook. Wat voor clubs heb je allemaal gehad, Dennis? Ja, ik ben in het verleden begonnen bij Unicum. Daarna ben ik doorgegaan naar SV Lelystad. Toen ben ik opgepikt door Heerenveen, heb ik een jaartje gevoetbald. Daarna ben ik naar de Zwarte Schapen gegaan. Toen weer teruggegaan naar Lelystad. En vanuit daar ben ik weer naar het toenmalige Zwarte Schapen. Toen het nu heette FC Omnieuw ben ik gegaan. En vanuit daar ben ik naar Go Ahead Eagles geweest. Twee jaartjes gevoetbald. Toen terug naar Almere City. Na een jaar was het toch niet geworden wat het moest worden. Hebben ze mijn contract afgekocht en ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij IJsselmeervogels. Waar ik 4,5 seizoen heb gespeeld. En nu speel ik bij DVS. Geweldige carrière. Enorm naar je zin gehad, denk ik. Ja, ik denk een mooie carrière. Je droomt als kleine jongen om ergens te voetballen. En uiteindelijk kom je in het betaalde voetbal. Dat is iets wat je mee wil maken. Ik heb behoorlijk wedstrijden gespeeld. Ja, en dan is het leuk om op zo hoog mogelijk niveau te blijven voetballen nog. Dan is het toch fantastisch dat je voor DVS gekozen hebt. Waarom? Waarom? Ik had eigenlijk nog een jaar bij IJsselmeervogels. Die heb ik ingeleverd. Er zijn wat dingetjes gebeurd. Wat ik verwachtte dat het dit seizoen eigenlijk weer terug zou komen. En ja, dat was voor mij de keuze om weg te gaan. Toen kwam DVS. Een goed voetballende ploeg. Een mooie club. Een warme club. En daarom heb ik hiervoor gekozen. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Verwachtingen? Ja, het belangrijkste is dat ik mezelf ga bewijzen dat ik vanaf het begin ga spelen. Dat ik zoveel mogelijk ga spelen. En dat ik een goede input heb voor het team. En dat ik bruikbaar ben. En dat ik sommige jongens wat kan leren. Omdat ik de oudste ben. De meeste ervaring heb. En dan hoop ik dat we met de ploeg bovenin mee gaan draaien. Welke ploeg verwacht jij het meeste tegenstand? Kijk, DVS wordt waarschijnlijk gewoon kampioen. Maar daarna, die andere ploegen. Wie verwacht je op de tweede en derde plaats? Ik denk dat de verwachtingen zijn voor Spakenburg. We zijn natuurlijk gedegradeerd. We hebben heel veel spelers ingekocht. Maar dan moet je maar wachten of dat een team wordt. En ja, ik denk dat het best wel een hele sterke competitie is. Ik denk dat weinig ploegen voor elkaar onder gaan doen. Je hebt ook belofte elftallen. Nou, die hebben het vorig jaar ook goed gedaan. Dus ik denk dat het best wel dicht bij elkaar zit. En dat je elke week moet je er weer gaan staan om bovenin te blijven. De eerste trainingen, bevielen die? Ja, de eerste training beviel. De tweede training is natuurlijk lopen. En als voetballer hou je helemaal niet van lopen. Wil je het zoveel mogelijk met de bal doen. Dat hoort er ook bij. Alleen, we gaan toewerken naar de eerste wedstrijd. Maar het sfeertje bevalt je? Ja, tot nu toe wel. Kijk, ik zie het aan je glimlach. Ja, je moet genieten van de sport. En zolang je plezier hebt, kun je ook beter presteren. Okay. Bedankt, mede namens alle DVS-TV-kijkers. Alsjeblieft. De DVS-TV-kijker is benieuwd wie je bent. Ik ben Niels Buitenhuis, 30 jaar inmiddels. Ik heb een vrouw, Femke. Ik ben middenvelder, webdeveloper voor beroep. En nieuw bij DVS. Ja. En voetbal, is dat je enige sport? Ik hou ook van fietsen. Doe ik ook vaak op zondag, mountainbiken of racefietsen. Tennissen doe ik veel, ik hou van sporten, maar voetbal is de main sport natuurlijk. Welke clubs heb je versleten? Spakenburg en Sparta Nijkerk bij de senioren en in de jeugd ook nog bij Hoevelaken en een tijdje bij Ajax in de jeugd. Dus wat senioren betreft slechts twee clubs, dat is wat anders dan Dennis. Ja, klopt. Ik blijf wel clubs graag trouwen. Ja. Naar je zin gehad de periode bij Spakenburg? Ja, zeker. Zeker. Het waren 4 mooie jaren. Laatste jaartje natuurlijk wel iets minder als je het vergelijkt met de jaren daarvoor. Helaas gedegradeerd, maar verder een prachtige tijd gehad. Ja. Waarom DVS? DVS wilde mij graag hebben en ik wilde graag in de buurt spelen. En ik vond DVS eigenlijk altijd al een mooie club die ook zeker de laatste jaren goed voetbal speelde tegen ons. Dus ik had al een beetje in mijn achterhoofd van als ik ooit ergens zou willen spelen, ergens anders dan Spakenburg of Sparta Nijkerk, dan zou DVS voor mij denk ik een hele mooie keuze zijn. En omdat DVS mij vroeg, kwam het mooi uit. Hartstikke mooi. Je favoriete plek in het team, in het veld? Ik ben het liefst centrale middenvelder, centraal in de as spelen. Ja.
Mooi. En je verwacht, dat is waarschijnlijk ook je persoonlijke doel, dat je gewoon constant in de basis staat. Ja, ik wil zoveel mogelijk voetballen. En ook als team natuurlijk mooie resultaten behalen. De eerste indrukken van de trainingen. Jullie zijn in juni, begin juni, al een week bezig geweest. En nu ook weer. Dus je hebt alweer 5-6 trainingen gehad. Beetje goede indruk ervan? Ja, zeker. Alles is sowieso goed geregeld hier. Iedereen staat voor ons klaar. Alles is netjes klaar als je hier binnenkomt. En het is een leuk team. Begeleiding is hartstikke goed bezig. Dus het is top. Jullie gaan ook nog een weekend op stap. Hè? En voorbereidingsweekend, teambuilding waarschijnlijk. Zin in? Ja, zeker. Het zijn altijd leukere weekendjes. Ik heb er al veel meegemaakt inmiddels. Dus dat zal hier ook niet anders zijn. Favoriete kaartspeltje? Klaverjassen. Okay. Bedankt voor dit interview en heel veel succes dit seizoen. Dankjewel.